Welkom bij AVDR TV. Welkom ook vanuit Kasteel Waardenburg, het webinar waar we het hebben vandaag over een belangrijk onderwerp wat ook veel voorkomt. En we gaan het hebben over de recht van de legitimaris op informatie over de periode voor het overlijden van de erflater. Een belangrijk onderwerp, wat ik al zei, er wordt veel over geprocedeerd, er wordt ook veel over geschreven. En we gaan het onderwerp met u bespreken met twee van onze gasten van vandaag. En die ga ik even kort aan u voorstellen. Aan mijn rechterzijde zit Francine Brans, senior jurist bij AD Advocaten. En naast jou zit Philip Rijmakers, partner bij AD Advocaten. Beide specialist op het gebied van erfrecht. Ja, klopt. De allereerste vraag die ik stel, we gaan het hebben over een specifiek onderwerp. Hebben jullie daar veel mee te maken in jullie praktijk? Ja, heel veel. Wij treden op voor erfgenamen. Ook voor onterfde legitimarissen, voor vereffenaars, voor executeurs. En dan kom je allerlei soorten vragen tegen. Maar ja, dit was wel een vraag die wij in de praktijk steeds meer tegenkwamen. Hoe ver terug mag je gaan om informatie te krijgen voor de onterfde legitimaris? En daar gaan we het vandaag, ja. in dit half uur, gaan we daar veel meer over hebben. Ja. Zie je bij jou ook, in jouw praktijk, even, zie je dit veel terugkomen? Ja, het gaat er ook veel om van hoe kom je aan die informatie? En vaak blijkt dat daar een procedure voor nodig is om echt die informatie te verkrijgen. Nou, we gaan daar zeker dieper op in. Ik ga even naar de kijkers zeggen, het is een live webinar. Men kan de vragen stellen en de vragen komen hier dan binnen. En die vragen ga ik ook direct voorleggen aan onze gasten van vandaag. We hebben ook een aantal vragen op papier staan. Dus die komen ook waarschijnlijk allemaal naar voren toe, dit webinar. Francine, mag ik met jou beginnen? Ja. Kun je kort aangeven hoe het zo gekomen is dat dit een belangrijk aspect is van jullie procedure van jullie werk. Kun je iets meer over vertellen? Ja. Nou ja, er zijn mensen die opeens worden geconfronteerd met het feit dat ze zijn onterfd. En die voelen zich dan in een heel erg achtergestelde positie, wat ze natuurlijk ook zijn. Ze hebben geen recht op inzage in het testament, behalve in de clausule waaruit blijkt dat ze zijn onterfd. Ze mogen wel een verklaring van executele inzien. Ze weten dus wel wie de executeur is, wie de erfgenamen zijn. Maar verder inhoud mogen ze niet weten. Nee, dat moeten ze allemaal opvragen bij de erfgenamen. En vaak van de kant van de erfgenamen is er dan veel onbegrip. Van ja, je bent onterfd, je hebt nergens recht op. Dat is dan de achterliggende gedachte. En zelfs in zover gaan dat je dus, je bent onterfd. Ja. Dat je niet mag zien het testament waarin je bent onterfd. Wat daarin staat. Ja. Alleen die clausule. Die mag zien. Wordt er ook veel over... Lijkt mij een beetje voor iemand die onterfd is, al niet heel erg leuk. Maar dat je dan dat ook nog niet eens mag zien wat je ouders mogelijk hebben opgeschreven. Ja, dat is heel pijnlijk. Ja. En die mensen die gaan daarom ook snel naar een advocaat. Van, kun je ons helpen? Hoe komen wij aan die informatie? Dan komen wij in beeld. Maar ook omgekeerd hoor, erfgenamen die hiermee geconfronteerd worden en bij ons komen vragen. Ja, waar heeft degene die onterfd is, waar heeft hij nog recht op? Wat zijn wij verplicht te laten zien? Van beide kanten komen dus die vragen vaak weer. Mag ik dan, daar gaan we zeker nog over hebben, mag ik dan misschien al de stelling inleggen. Is het dan wel goed geregeld als die vragen zoveel binnenkomen met betrekking tot het testament dat ik niet mag zien? En de andere kant van erfgenamen, wat is er allemaal mogelijk? Kun je daar misschien een voorstel van geven? Wat is het wel goed geregeld in de wet? Het is goed geregeld. Alleen de onterfde legitimaris bevindt zich wel in een achtergestelde positie. En is erg afhankelijk van de erfgenamen. De erfgenamen zijn rechtsopvolgers onder algemene titel. Kunnen overal in kijken, in de bankafschriften, in de financiële administratie van de erflater. En de onterfde legitimaris moet die informatie opvragen en ook aantonen een belang te hebben bij die informatie. We gaan daar allemaal, want er zijn natuurlijk heel belangrijke gegevens, gaan we daar heel veel over sparen. Maar ik wil even bij het begin beginnen, misschien met de kaas die we misschien doorheen laten lopen in de dingen, in het webinar. Stel voor, wij zijn twee broers en een zus en ik ben onterfd. En ik krijg dat te horen. Ik mag niet inzien. Wat kan ik dan gaan doen? Ik ben onterfd, maar ik weet, onze vader had veel geld. Wat zijn voor mij nou de stappen die ik moet gaan ondernemen?
Allereerst een beroep doen op de legitieme portie. Dat moet binnen 5 jaar na het overlijden van de erflater. In ieder geval binnen 5 jaar. Het kan ook zijn dat daar een kortere termijn voor wordt gesteld aan die onterfde legitimaris. Wanneer dat beroep is veiliggesteld, ja, dan zullen de erfgenamen vaak komen met het saldo van de rekeningen op het moment van het overlijden. En ja, dan kan daaruit blijken dat er veel minder is dan die onterfde legitimaris aanvankelijk dacht. En denkt, ja, waar is al dat geld gebleven? En die zal dus willen weten, ja, wat is het vermogensverloop geweest van die rekeningen voor het overlijden? En als ik even een stapje terug ga, je zegt 5 jaar na overlijden moet ik het indienen. Zou het verstandig zijn om het direct gewoon in te dienen? Want ik dien het wel in en dan heb ik dat in ieder geval safe, die zeker, termijn. Safe. Ja. En dan vervolgens ga ik het wel met een advocaat uitzoeken, jongens, waar ik uiteindelijk recht op heb. Zeker. Wettelijk recht op heb. Zeker, dat kan gewoon door een verklaring te richten aan de erfgenamen of aan de boedelnotaris. Ja. En dan ligt het bij de boedelnotaris en dan is het de volgende stap. Waar bestaat de legitimaire massa uit en uiteindelijk jouw deel daarvan, de legitieme portie? Ja. En als je dan verder kijkt naar de legitieme portie, ik heb een beroep gedaan bij de boedelnotaris. Wat is dan de route die wordt afgelegd als het ware? Want ik ben onterfd en ik wil die inzage krijgen. Uh-huh. Wat zijn dan de stappen die ik moet ondernemen? Vaak zullen de erfgenamen komen met een boedelbeschrijving, met de aangifte erfbelasting. Maar dat is allemaal wat bezat de erflater op het moment van het overlijden. Dat zegt niks over giften die bijvoorbeeld voor het overlijden hebben plaatsgevonden. En juist die giften mag je allemaal optellen bij de legitimaire massa. En ja, hoe meer giften bijvoorbeeld, hoe groter jouw legitieme portie wordt. Dus ja, je moet vragen aan die erfgenamen, wat is er gebeurd voor het overlijden van de erflater? Zijn er giften geweest aan jullie die ik daarbij mag optellen? En ja, dan kom je dus met het probleem dat de erfgenaam die informatie moet geven. Als hij dat niet doet, geeft de wet daar dus eigenlijk geen sanctie voor. Maar dat betekent... Nee, maar hij heeft ook geen belang om het te doen. Want wat is zijn belang om die informatie te verstrekken? Het is de onterfde broer of zus. Hè? En daar is duidelijk dat hij een beroep heeft gedaan op zijn legitieme. Nou, dat is dan, want dan krijg je de helft van wat je anders gekregen zou hebben. Dat je die helft dan daar genoegen mee moet nemen, is natuurlijk op zich niet erg als je een goede verstandhouding hebben met die broer en zus en dat ze jou gewoon alle informatie geven. Ja. En ook zeggen wat ze in het verleden geschonken hebben gekregen. Maar vaak is dat niet het geval. Dan krijg je dus, daar zit al een wrijving tussen die onterfde en die twee die wel dus hun erfdeel krijgen. En dan krijg je dus dat daar begint natuurlijk het te wringen. En dan krijg je dat zo iemand gaat vragen om informatie en dan wordt dat mondjesmaat gedaan of het wordt net niet gedaan. Ja. Of weet je, er wordt gezegd van nee, we hebben geen schenking gehad. Of die giften die worden niet goed gekwalificeerd. Hè? Die worden gezegd van nee, dat waren geen giften, het was een bijdrage in mijn levensonderhoud. Weet je, kan je niet spreken van een gift. Weet je, dan hoef je die ook niet op te geven. En het probleem is ook, je moet er maar op vertrouwen dat die erfgenamen zin en tijd hebben om dat hele vermogensverloop te gaan herleiden. Van voor het overlijden. Eén stap terug. Want je zegt met de erfgenaam en de boedelnotaris. Ja. Is het anders als er een boedelnotaris bij betrokken is? Nou ja, een boedelnotaris is wel misschien. Die staat hier wat meer onafhankelijk tegenover. Ja, en dat hij wel zegt: oké, je vraagt de cijfers of je vraagt het. Dan krijg je het ook. Dat is natuurlijk wel anders? Zo. Maar die boedelnotaris moet ook voorzien worden van informatie. En als hij die niet heeft, moet je die ook bij de erfgenamen gaan opnemen. Ja. Dus krijg je die route ook. Dus die, je die hebt route je, is ook. Als je kwaad wil, dan is het toch heel moeilijk. Moeizaam. Moeizaam om daar toch de exacte cijfers te hebben. Want die heb je dus wel nodig. Ja. Ik krijg een vraag. Ik ga hem meteen voorleggen. Ik vind het leuk als mensen de vraag stellen. Ik ga ze meteen neerleggen. Als er door erfgenamen geld achterover is gedrukt tijdens leven, kan het zijn dat er geen sprake is van giften, maar dat je moet constateren dat de nalatenschap een vordering heeft op die erfgenamen. Dat speelt in de zaak van de betreffende advocaat.
Mm-hmm. Mag ik hem aan jullie voorleggen? Als er door erfgenamen geld achterover is gedrukt tijdens leven, kan het zijn dat er geen sprake is van giften, maar dat je moet constateren dat de nalatenschap een vordering heeft op die erfgenamen. Ja. Het is heel moeilijk om te bewijzen, ja, natuurlijk. Bewijzen, allereerst moet er bewezen worden dat er geld achterover is gedrukt door de erfgenamen. Als andere erfgenamen erachter komen, die kunnen natuurlijk zeggen, nou, er is onrechtmatig tegenover ons gehandeld. Ja. Er hebben onrechtmatige onttrekkingen plaatsgevonden aan de nalatenschap. Ik vraag me af of een onterfde legitimaris wat voor soort vordering. Die zou dat denk ik ook kunnen ook uit onrechtmatige daad. Ja. 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 Dat betekent ook in dit geval, in deze zaak, dat je ook onderling natuurlijk, onderling daar natuurlijk ook een probleem. Want dan moet je ook openheid geven tussen de twee en van die wel geld krijgen. Ja, maar dat is er dan dus niet. Hè? Het zegt al heel wat, als er geld is ontvreemd, ben je natuurlijk niet open. Nee. Want je hebt het al ontvreemd toen en dan ga je niet zeggen van, als dan diegene overlijdt, zeg van, nou, ik heb toen nog eens, nog 15.000 euro achterover gedrukt. Ja, hij weet er niks van. Dat gebeurt niet. Dus je moet dat toch door onderzoek, moet je kijken van, nou luister, en in hoeverre is het onrechtmatig? Hè? Want daar lopen wij tegenaan. Dat je dan moet zeggen van, nou is het wel onrechtmatig? Hè? Want degene die overleden is, die kan je niet meer vragen. Niet meer vragen wat het is. Nee. Ja, maar het speelt ook omgekeerde. Het omgekeerde, ik ben onterfd, maar ik heb wel toch veel... Schenkingen toch gehad. Ja, omgekeerd speelt dat ook. Dan ben jij ook verplicht om te laten weten welke schenkingen jij hebt gehad. En dat er een vordering is op de onterfde. Dat komt in mindering op de legitimaire massa. Ja. Legitimaire massa, dan hoor je dat zo. Maar we gaan even terug naar de rol van de erfgenamen. Wat je kunt doen als er niet, in mijn ogen, als onterfde, zo niet openheid gegeven is. Wat kan ik dan doen? Als er geen openheid wordt gegeven... Als ik daarover twijfel, ik heb serieus twijfel, je geeft volgens mij niet de juiste gegevens. Kan ik dat eisen? Ja, dat is gewoon een dagvaardingsprocedure voor de rechtbank. En dan laten weten welke informatie je wilt ontvangen. En de moeilijkheid daarbij is de bewijslast. Ja, de bewijslast, dat maakt natuurlijk altijd heel moeilijk, want je weet het ook niet, hè? Het is namelijk zo dat als je al onterfd bent, dan heb je een vermoeden natuurlijk dat die anderen natuurlijk ook geschonken hebben gekregen. Dus je vraagt daarom, maar als er dan gezegd wordt, nee, we hebben niks geschonken gekregen, zonder dat je daar een controle op hebt, of dat wel echt zo is, door middel van bankafschriften, door middel van verklaringen die getekend zijn, dan kom je er nooit achter. Dus je moet daarom gaan vragen, je moet dat aan de rechtbank voorleggen, je moet zeggen tegen die rechtbank van, nou luister, ik heb het vermoeden, althans, want ik ben onterfd, maar ik weet zeker, want mijn broer die heeft toen hij in zijn studententijd een auto gekregen, ik zeg nou maar wat, dat kan niet anders dan een schenking zijn. Maar dan wordt het wordt toch heel moeilijk. En die rechtbanken, die waren heel lang, werd er gezegd van, nou luister, het moet niet een fishing expedition zijn. Weet je, dat je maar gaat kijken van, is er niet ergens toch, iets... Toch wel wat. Ja, is er wel, van nooit geschoten, altijd mis. Maar daar gaat het om, dat je dat zo iemand, die verkeert natuurlijk in een kwetsbare positie. En die wil gewoon die legitimere massa, en daar heeft hij ook recht op, wil hij dat hij daar naar behoren wordt vastgesteld. Ja. En daarvoor heeft hij inzage nodig, maar heeft hij ook de eerlijkheid en het vertrouwen van die erfgenamen nodig, dat ze duidelijk zeggen van, wat is er gebeurd nog voor dat overlijden? En dat is natuurlijk heel moeilijk. Ja. En daarbij speelt ook de bewaarplicht van de banken een rol. Die hebben een bewaarplicht tot 7 jaar terug van alle bankafschriften. Maar als jij 7 jaar aan het procederen bent, of je wel of geen inzage krijgt, en uiteindelijk win je die zaak en de erfgenamen zeggen, ja, maar nu heeft de bank niets meer. Werkt het ook in je nadeel? Maar zou je dat niet dan in dit concrete geval dat je niet kunt zeggen, ik wil inzage in die bank gegeven. Nou, ik ga het procederen, het duurt lang. Dan zeg je van, luister, ook al is die 7 jaar voorbij, ik wil wel op dit is het moment van dagvaarding. En dan gaan we 7 jaar terugtellen. Nee, dat is dus mooi, maar dat kan van zien. Dat is namelijk het gegeven dat je, in wezen tel je 7 jaar terug na 4 weken na het vonnis, nadat het vonnis geweest is.
Maar je kan natuurlijk, en daar hadden we het in de auto over, dat is wel heel erg leuk. Je kan natuurlijk wel zeggen van, luister eens, bij die rechtbank al, zeggen van, nou luister eens, het gaat maar voort. En een vordering instellen, dat je zegt van, nou luister, ze moeten die gegevens, moeten ze veiligstellen door het nu alvast op te vragen. Dat hebben we nog niet gedaan, maar dat zou wel een mogelijkheid zijn. Ja. Hè? Ja. Dat je dat al tevoren zegt, ik moet die zeven. Is het ook niet, als we dan verder gaan met die 7 jaar, hè, om daar een beeld van te krijgen, de teruggaan naar de stukken. Is het niet voor een rechter die dan te maken krijgt met die erfgenaam die niet wilde, die ook niet wel plicht heeft, maar dat die echt druk op staat, mm-hmm. dat je zegt, oké, maar waarom wordt die dan niet gegeven? Dat de rechter daar geen oordeel over kan vellen. Want dat is natuurlijk het meest makkelijke, 7 jaar terug. Nou, als je dan vraagt, dat kan een vissexpeditie zijn, maar daar moet hij wel mee beginnen. Ja, je dan zegt, van, dat de rechter zegt, nou ja, dat is toch wel een beetje raar als je die 7 jaar, dat pakket, papier of digitaal, dat niet laat zien. Nou ja, de heersende leer was heel lang van wie eist bewijst, bewijs jij wat jouw belang daarbij is. Waarbij puur je inzagerecht op grond van artikel 78 van boek 4 daarvoor niet voldoende was. Nee, niet voldoende. Nee. Ja. En als ik dan aan jullie misschien een gewetensvraag stel, wat vind je daar dan van? Want ik kan niks bewijzen als ik niks heb. Ja, maar dat is wel mooi. Daar hadden we het net over namelijk. Maar dat langzamerhand zie je dus, en daarom hebben we ook dat stuk geschreven, dat we zeggen van nou luister, het zou toch anders moeten eigenlijk. Ja. He, want ik bedoel, die legitimaris staat eigenlijk vaak met lege handen. Maar, en nu net, in december 2020, heeft de rechtbank Midden-Nederland een vonnis gewezen, helemaal gericht op het artikel wat wij geschreven hebben. Ja. Zelfs letterlijk overgenomen wat we geschreven hebben. Ja, dat is natuurlijk wel onwijs. Dat is natuurlijk ontzettend leuk. Leuk. Dat is wel, wij moesten er echt ontzettend om lachen ook. Want dat het echt textueel overgenomen is. Leg even heel kort dan even die casus uit. Hè. Dat is leuk wel, die casus. Want dat is natuurlijk wel interessant dat hè, de rechter op een gegeven moment op basis van artikelen dat gaat volgen. Ja, aparte manier van, ik kom niet aan mijn bewijs, ik kan niks. Ja, er wordt toch meer gekeken naar de parlementaire geschiedenis. Hoe is dat artikel 78 ooit bedoeld geweest? Vroeger was het zo, hè, in het oude erfrecht voor 1 januari 2003, dat ook al was je onterfd, dat als je een beroep deed op je legitieme portie, werd je erfgenaam. Je kreeg dan een goederenrechtelijke aanspraak. Omdat je erfgenaam was, had je ook gewoon inzage en waren de erfgenamen ook gewoon verplicht jou informatie te geven. Dat leverde wel eens problemen op hè, bij familiebedrijven waarbij een onterfd kind dan zei, ik wil daar niet aan meedoen, zodat het bedrijf verkocht moest worden. In ieder geval hebben ze in het nieuwe erfrecht besloten, als je bent onterfd, kun je niet door het doen van een beroep op je legitieme portie weer erfgenaam worden. Je blijft onterfd, maar hoe kom je dan aan de informatie? Dan kun je een beroep doen op artikel 78 van boek 4. Ja. De parlementaire geschiedenis heeft daarbij wel gezegd, het is absoluut niet de bedoeling dat jij in je informatieplicht door deze wetswijziging wordt achtergesteld. En dat is dus uiteindelijk wel zo gebeurd in de jurisprudentie. En langzamerhand wordt dat weer teruggedraaid. Er wordt gekeken, wat was de bedoeling van de parlementaire geschiedenis? Dat was puur om jou een materieel-rechtelijke aanspraak te geven, maar dat je niet in het verkrijgen van je informatie werd achtergesteld. Puur alleen omdat je onterfd was en daardoor geen erfgenaam meer was. Maar wat ik nu net voor je hoor, van je moet aangetonen, je mag geen phishing-expeditie hebben. Ja, dat was heel lang, hè? Was dat nu een ding, maar die lat is een stuk hoger komen te liggen. He, nu kan je al zeggen van, die phishing expeditie, dat mocht het absoluut niet zijn. Maar nu is dat met het laatste rechtbankvonnis van Midden-Nederland, is dat echt een beetje losgelaten. Ja. We hebben gezegd van, je moet juist heel terughoudend zijn met het aannemen van een phishing expeditie. Dus dat maakt het toch heel anders. En je moet kunnen controleren of die opgave door de erfgenamen goed is gedaan. Ja. Ik had toch even, we hadden het even over die uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland, waarin ook jullie artikel meegenomen is. Kun je daar nou iets meer over vertellen, over die uitspraak? Want dat is dus een beetje de draai die men is gaan maken. Dus dat maakt het ook juist interessant. Kun je daar iets meer Heel belangrijk is dat ze toch niet willen, hè, dat uit die uitspraak toch blijkt dat je als onterfde legitimaris
niet achtergesteld mag worden in het verkrijgen van informatie ten opzichte van de erfgenaam. Dus waar de erfgenaam alle mogelijkheden heeft om in de bankafschriften tot zelfs 7 jaar terug of in de financiële administratie te kunnen kijken. Ook al ben je onterfd, dan moet je toch op een of andere manier meer tegemoet worden gekomen door de erfgenamen. Door bijvoorbeeld te controleren of zij een juiste opgave hebben gedaan van schenkingen in het verleden. Ja, hoe kun je dat controleren? Door in ieder geval die bankafschriften tot 7 jaar voor het overlijden op te vragen en in te kunnen zien. En de rechtbank heeft toen ook gezegd, het is zelfs een zorgplicht van de executeur geworden om die bankafschriften veilig te stellen. En is het ook niet, ja, veilig te stellen en ook om alle bescheiden die de legitimaris behoeft, hem ter beschikking te stellen. Stel nu voor dat ik kom vaag binnen, ik ga ze zeker voorleggen. Maar stel nu voor dat ik vraag de gegevens op en jullie geven gewoon te weinig gegevens. Of jullie houden echt gegevens achter. Dat blijkt achteraf, dit wist je, waarom heb ik het niet gekregen? Heb ik dan als onterfde, die het al heel erg moeilijk heeft, heb ik dan iets om jullie aan te pakken, even simpel gezegd? Ik zie, je hebt mij gewoon, ik ben niet geweest. Je hebt e-mails en daar heb ik om gevraagd, die heb ik niet gekregen, die zijn er. En papa heeft jou enorm veel geld gegeven. Je hebt het gewoon voor mij achtergehouden. Ja. Met opzet. Ja. Nou, eigenlijk. Heb ik dan een route onrechtmatigheid? Heb ik dan iets richting jou? Nou ja, je hebt in ieder geval een vordering. Want je hebt dus in ieder geval, zou dat opgeteld moeten worden, zou je daar jouw breukdeel van moeten krijgen. Maar de wet geeft daarvoor geen sanctie. Het is wel anders als je natuurlijk als advocaat gaat dagvaarden en je zegt hij moet veroordeeld worden om al die informatie te geven op straffen van een dwangsom. En als de rechter dat toewijst en er blijkt later dat er iets niet verteld is, dan zou je wel iets kunnen met die dwangsom. Maar dat is dan puur hoe de advocaat die vordering heeft ingestoken. Dat betekent een belangrijke rol voor jullie om die rol ook misschien met de dwangsom dat neer te leggen. Ja. Maar dat is dus heel belangrijk. In dat geval is dat heel belangrijk om die dwangsom te vorderen. Maar ja, er wordt wel vaak afgewezen ook. Ja. Door de rechtbank. Dus dan weet je, heb je dan weer niks. Weer niks, Ja. Maar het is natuurlijk wat hier is eigenlijk vrij onrechtvaardig. Wat hier gebeurt. Of ben ik dan te ver? Misschien dat de stelling te ver gaat. Hè? Nou ja, maar het is natuurlijk zo dat de wet heeft nou eenmaal gezegd van je hebt je informatieplicht en die moet je halen bij je moet je vlees halen bij de slager. Die wij aangeven. En dat is die erfgenaam. Ja, maar als de slager mij niet het vlees geeft die wil dat doet hij niet natuurlijk. Want die slager die wil zijn vlees helemaal niet kwijt. Want die weet heel goed dat hoe meer informatie die geeft over schenkingen die gedaan zijn. Of giften die gedaan zijn in het verleden. Hoe kleiner zijn erfdeel wordt. Ja. Dus in wezen is dat natuurlijk. Hij heeft er ook geen belang bij. Die relatie die is al slecht vaak. Verstoord, ja, die is echt verstoord. Ja. Dus dan krijg je natuurlijk een hele rare situatie. En als dat dan ook nog een keer bij de rechtbank, weet je, als dat nog een keer gehonoreerd wordt, door te zeggen van, nou luister, we vinden toch niet dat je, we vinden toch beter dat je bezig bent met een fishing expedition, want je hebt te weinig onderbouwd, weet je. Je hebt geen gerechtvaardigd belang bij het verkrijgen van die informatie, terwijl het natuurlijk inherent is aan het feit dat je legitimaris bent. Want juist omdat je legitimaris bent, wordt er gezegd van, je moet alle informatie moet je verschaffen. Diegene behoeft om zijn legitieme portie vast te stellen. Maar dat betekent dus eigenlijk, stel voor onze familie weer, dat wij echt, dat ik alles moet eigenlijk, voor mijn ouders aan het gewoon verleiden, echt moet vastleggen. Oké, Francine heeft een auto gekregen, 10.000 euro. Dat zou mooi zijn, maar dat gebeurt in de praktijk niet. Ja, degenen die kijken, die gaan dat dus wel goed bijhouden vanwege het probleem wat kan zo ontstaan, eigenlijk. Ja, maar je moet niet vergeten dat natuurlijk in zo'n familie, want dat hoor je dan vaak als je die cliënten bij hebt, in zo'n familie is dat al heel lang het zwarte schaap. Snap je? Dus die is al achtergesteld. Dus die komt van heel ver. Wil ik nog iets kunnen verkrijgen van die erfgenamen. En als het dan voor die erfgenamen geen belang is, want ze worden er minder van, maar ook nog geen sanctie op staat, en dat dan ook nog een keer de dwangsom wordt afgewezen, dan zit je natuurlijk toch als legitimaris zit je met een enorm frustrerend gevoel. Afgezien van het feit of er nou wat was of niet was, maar het gevoel is al...
Ik ga even naar de vragen die binnenkomen. Het is volgens mij een voorbeeld. A overlijdt, zoon komt er na overlijden van vader achter dat vader geen juridische vader was. En zelfs twijfel bestaat over biologisch vaderschap. Hij is impliciet onterfd, want er zijn erfgenamen benoemd. Moet zoon alvast melden dat hij wellicht legitimaris wordt om te voorkomen dat de buit al verdeeld wordt in afwachting van DNA-onderzoek? Heel specifiek. Ja, dat is dat DNA-onderzoek, maar dat is heel moeilijk, want als je die zoon erkend hebt, en dat is meestal wel, en als hij binnenhuwelijk geboren is, dan is hij natuurlijk juridisch gewoon erfgenaam. En dan maakt het hele DNA-onderzoek niet uit. Tenzij hij natuurlijk in het testament is onterfd. Hey, wat ik zei, hij is impliciet onterfd. Oh, hij is onterfd. Hij is impliciet onterfd. Achter ja. A overlijdt, zoon komt na overlijden van vader achter dat vader geen juridisch vader was. Geen juridisch vader was. En zelfs twijfel bestaat over biologisch vaderschap. Zelfs twijfel? Over... Geen juridische vader? Maar wat is geen juridische vader dan? Dat begrijp ik niet. Hij is geen juridisch vader. En twijfel bestaat over biologisch vaderschap. Moet de zoon alvast melden. Misschien dat de spreker of de vragen iets nog kan specificeren. Ik ga dan even snel naar de tweede vraag. In ieder geval kan het geen kwaad om een beroep te doen op de legitieme portie. Nee. Hij heeft alleen de achternaam, krijg ik nu te horen. Hij heeft alleen de achternaam, de betreffende persoon. Ja, maar daar moeten we wel meer van weten. Want als je moet kijken van wanneer is iemand geboren, is hij staande huwelijk geboren, dan wordt hij geacht een kind te zijn. Weet je? Maar eigenlijk vraagt hij zich af, ik ben onterfd, ben ik dan wel een onterfde legitimaris, zodat ik een beroep kan doen op de legitieme portie? Ja. En het kan geen kwaad ik zou het altijd doen. Om dat te doen? Altijd doen. Gezien de tijd, tijd gaat heel snel. Hier komt nog een vraag binnen. Banken verschuilen zich achter de 7-jaars bewaarplicht. Maar we weten allemaal dat banken hun gegevens langer bewaren. Ja. Hebben jullie ervaring met het afdingen van de bankafschriften over een langere periode? Ja, maar dat is een hele goede vraag. Want dat is inderdaad eigenlijk... Hij is niet van mij. Nee, maar dat is een hele goede vraag. Want het dit is natuurlijk een heel raar fenomeen. Dat banken nu hebben gezegd, we kunnen maar tot 7 jaar terug. Want dat was natuurlijk voor internet, voordat het allemaal opgeslagen werd. Digitaal en... Dat zegt de wet, hè? Artikel 10 van boek 2 zegt... Ja. De wet zegt... De banken moeten het 7 jaar in ieder geval bewaren. Ja. En waarschijnlijk is het inderdaad langer. En kun je daar een beroep op doen? Dan zou je daar als advocaat redelijkheid en billijkheid... We hebben het in de eerste uitzending veel over redelijkheid en billijkheid gehad. Zou je hier ook kunnen zeggen, dit is zo specifiek geval, ik wil hem langer hebben? Nou ja, het maar dan moet je wel de rechtbank mee hebben. Dan moet je ook de vraag is, wie moet je dan dagvaarden? Ben jij onterfd? Dan moet je eigenlijk een machtiging van de erfgenamen krijgen om dan bijvoorbeeld die inzage te krijgen en de bank en die ga je te dwingen niet, om... En die krijgen? Ja. Die geven ze niet. Nee. Samenvatten, we komen aan het einde deze uitzending. Als ik samenvatte, denken jullie dat in de tijd deze problematiek wordt echt wat opgelost? Dat de onterfde niet een erfgenaam gaat worden, maar wel gewoon die inzage krijgt. En als die inzage niet wordt gegeven, dat daar een boete wil ik niet zeggen, maar een sanctie op staat. Denk je dat gaat komen? Ja. Ik zie ook wel een verschuiving. Ik zie echt een verschuiving, ja. Wel wat over, want het is echt heel duidelijk dat nu, door die uitspraak nu van Rechtbank Midden Nederland, waar ze echt helemaal zeggen zorgplicht executeur of zorgplicht voor de erfgenamen om dat te doen. Dus er is echt een verschuiving nu, maar gisteren hadden we een cursus van... erfrecht. En daar werd toch heel erg nog gehangen aan. Het mag geen fishing expedition zijn. En je moet een gerechtvaardigd belang hebben. En moet je in je stelplicht moet dat ook naar voren komen. Maar wij zien wel die verschuiving van het moet objectief kunnen worden vastgesteld. En de onterfde legitimaris moet het ook kunnen controleren met bankafschriften. Ja. Bankafschriften in ieder geval. Nee, er is hoop. Nou, dan kunnen we het mooi afsluiten. Ja. Er is hoop aan de horizon dat het... voor de onterfde die al het moeilijk heeft, dat beter gaat worden voor hem in ieder geval. En misschien wat minder voor de erfgenamen die dan toch, en eigenlijk waar ze ook geen recht op hebben. Mag ik jullie bedanken voor jullie heldere uiteenzetting. Interessant onderwerp in ieder geval om daarover te praten in ieder geval.
Ik wil de kijkers bedanken voor hun aandacht en wijzen op de meerdere webinars over dit, niet over dit onderwerp, maar over erfrecht in zijn algemeenheid. En over 2 weken is weer een AVDR erfrecht webinar. Dank u wel voor het kijken.